Even kijken, kan ik het intrekken. Ja, staat erop, check! Oh, fijn. En wat dacht je dan van een verjaarskaars? Een wat? Verjaarskaars. Verjaarskaars. Ja, een kaars is leuk, maar een verjaarskaars, dat is natuurlijk de kers op de taart. Oh, nou ook nog een kers op de taart. Wacht even, het was er een kaars op de taart. Dat hebben we afgesproken. Het is ook een kaars, ja. Zodra de verjaarskaars brandt, is er weer een jaartje niks aan de hand. En brandt hij aan één stuk, dan geeft hij niet alleen warmte, maar ook veel geluk. Ja, ik heb wel een kaars. Nou, heb jij even wel geluk dat de moedermaker nooit verzaakt? Wat? Ja, ik weet hoe je van een kaars een verjaarskaars maakt. Oh, nou, dat komt goed uit. Kom op, laat me zien dan. Nu? Ja, kijk even. Het feest is nu, hè? Dat is volgende week een ticketraad. Kom. Ja, meestal heb ik nog even de tijd. Ja, hier was ik niet op voorbereid. Nou, dat lijkt me. Sterk, je boot het zelf aan. Oh, maar als het dan echt zo nodig moet. Ja, dan heb ik hier natuurlijk wel een verjaarskaars. Hoed. Een verjaarskaars. Hoed. Ja. Goed hoor. Houd u vast. Concentratie. Ja. Er moet iets opgeklaard. Kaars, toon ons wie verjaart. Hé, zit een lappie. Zit een lappie. Er moet iets opgeklaard. Kaars, toon ons wie verjaart. Volgens mij kan het weg, hoor. Er moet iets opgeklaard. Kaars, toon ons wie verjaart. Kijk eens, 70 jaar Efteling. Deze kaars is voor de Efteling.
Deze verjaarskaars roet die werkt altijd. Ja, natuurlijk. Oh, ziezo, tijd voor een cadeau. Een cadeau! Oh! Nou, mik deze maar in, voor wie is het? Nou, wat is dit nou? Er staat voor jou. Echt? Oh, nou, ja. Nee. Wat aardig. Nee, zo werkt dat niet, want dat staat er niet. Er staat alleen voor jou. Ja, dus wees er niet erbij. Misschien is hij wel. Ja! Voor mij? Nou, dan is het misschien voor jou. Of voor jou? Nee, het is voor jou. Ja, of voor jou. Nee, voor jou. Ja, of voor jou. Voor jou. Ja, of voor jou. Ja, nee, voor jou. Of voor ons allebei. Zo. Ik ben gek op cadeaus. Oh, nou, jij bent gewoon gek. Punt. Wat zal het zijn? Ja, het is ook niet klein. Hey, misschien wel een nieuwe steelstofzuiver. Dat zou zoveel werk schelen. Oh, ja, of een pony. Oh, maak open, maak open. Nog een cadeau! Wat is dit nou? Ja. Er staat meer voor jou. Ach, nou, kom hier. Nee, ik wou dat jij nou eens begrijpen zou. Er staat alleen voor jou. Nou, ik denk dat je die pony wel kunt vergeten. Ja, geen pony deze keer. Hele kleine. En zo'n stofzuiger, ja, dat gaat ook niet meer. Nee, nou, maak open, schiet op! Nog een cadeau! Mag ik open? Doet er! Kijk nou! Nou, maak jij hem eens open. Ik ga hem even openmaken. Oké. Hé, is dit nou wat ik kreeg? Ja, hij is leeg! Leeg? Ja! Ja, kijk jij eens even. Wacht even. Ik denk dat ik het snap. Wat dan? Het cadeau. Ja? Dit is het cadeau. Dit? Nou, het feest. Oh. De taart, de slingers, al de mensen die zijn gekomen om met ons dit feest te vieren. Dat is het echte cadeau. Oh. Ja! Hey, maar wacht eens even. Ja, we hebben echt niet niks gehad. Ik zie toch wat. Oh, wat is het? Wat is het? Een dildo. Ja. Voor mij? Ja, helemaal voor jou. Voor mij? Voor jou. Oh, dat vind ik zo lief. En ja, ik heb er niet één voor jou alleen. Oh nee. Ik heb er één voor iedereen. Oh, ik ook, ja. Ik ook. Ja. Daar gaan we. Oh, ja. Oh, bedankt voor het komen. Ja. Want zonder jullie was het nooit zo'n feest geweest. Ik heb nog zin in een liedje. Zullen we er nog een keer een zingen? Nou, doe nou niet zo flauw. Nog één keer. Nou, dat we één keer en nog één groot feestje maken. Ja, nog één keer. Hebben jullie zin in een feestje? Ja. Hebben jullie zin in een feestje? Ja. Happy birthday.
hier niet voor niks in die keuken gestaan. Nou, ik dacht, ik heb een befaamde, beroemde, beruchte worteltjestaart gemaakt. Worteltjestaart? Lekker, welke is dat? Zet je achter. Wil jij ook een beetje kopje thee erbij? Ja, lekker.